Hoi, ik ben Robin en welkom bij deze update video van april. Ja, vandaag wil ik een aantal dingen bespreken. Het gaat voornamelijk over de mol. Dat ik tijdelijk even iets minder video's ga maken en de LAN-video's. En om te gaan beginnen, natuurlijk de mol. Zoals ik gisteren al zei, vond ik dit echt een hele toffe serie. En de mensen die mijn video's hebben gekeken, hebben dit ook heel goed ontvangen. En daar ben ik ontzettend blij mee. Dit was voor mij ook wel het moment om te zeggen van, nou ja, weet je, ook voor wie is de mol? Voor de mol, als daar meer seizoenen van online komen, ga ik dit uiteraard weer bespreken. Dit heeft mij een heel goed gevoel gegeven en ik was ook gewoon heel erg blij met hoe alles liep. En dan heb ik het volgende puntje dat ik tijdelijk wat minder video's ga maken. Uiteraard is dat wel logisch. Want alle video's die ik had, die heb ik eigenlijk nu online gezet. En ik wil nou wat kookvideo's wil ik gaan maken, nog wel meer do-it-yourself video's en dat soort dingen, maar daar gaat gewoon wat tijd in zitten. Dus ik ga ervan uit dat ik denk ik de komende 2, 3, misschien wel 4 weken gewoon wat minder video's online zet. Betekent niet dat ik niet actief ben, maar ik ben er juist heel actief mee bezig om goede en leuke content voor iedereen te gaan maken. Ja, en dan het laatste puntje, de LAN-video's. Ik weet dat ik heb gezegd dat ik geen gaming content meer zou laten zien. Maar dit is meer even om mensen ook naar mijn gaming kanaal te sturen. Want er waren een aantal mensen die geabonneerd zijn of die ook dit kanaal kijken, die ook mijn gaming video's keken. Er komt vanaf vandaag om 6 uur vanavond komt er een leukste momenten video komt online. En dit zit er dan ongeveer in. Oh, hij stuikt me. Dat doet ballen wel eens. Hij had last van stuitenballen. Ja, en oh, echt hoor. Oh. Ik drukte nog in dat hij hier open ging, maar hij ging gewoon niet open. Oh, nee. Ja, deze is ook leuk. En dan vanaf 4 mei tot en met 30 mei komt er elke dag om 6 uur komt er een video online met de spellen die we daar tijdens de LAN hebben gespeeld, tijdens de quarantaine. Verder heb ik eigenlijk niet zo heel veel meer te bespreken en ik ga het dan ook hierbij laten. Als je meer video's van mij wilt zien, bijvoorbeeld kookvideo's of do-it-yourself video's van dingen die je wil hebben of die je zou willen maken. Laat het dan gerust weten in de reacties. En dan ga ik kijken of ik deze kan gaan maken. Of dat ik daar in ieder geval een video van kan maken. Want ik heb daar toch stiekem heel veel zin in om dat te gaan doen. Gewoon wat van die kleine projectjes wat leuk is. En als je verder nog op of aanmerking hebt, laat het ook gerust weten. Kritiek is altijd welkom. Maar dan ga ik het verder voor nu hierbij laten. En dan zeg ik, vergeet niet te liken en te abonneren. En als je bent geabonneerd, vergeet er niet het belletje aan te zetten. Zodat je bericht binnenkrijgt wanneer ik een nieuwe video heb geüpload. En dan zeg ik voor nu, later. Dus, later. Oh, mijn stem is nog niet opgewarmd. Ik ken net eens.